Als je niet weet hoe dit spel werkt, dan raad ik je aan om eerst eventjes deze video te kijken hier op het i'tje. We spelen vandaag met deze mensen. Veel kijkplezier, you! We zijn crewmate, dit vind ik trouwens niet leuk. Oké, we hebben hier deze tasker die iedereen heeft. Want het is een common task. Erwin, Rudy en Ryan. Oh wacht, alleen Rudy en Erwin. Hallo, jullie zijn mijn maatjes. Ik ga met jullie blijven. Oh, we hebben gewoon letterlijk in die decontamination hebben we ook gewoon een task. Dat is gewoon goed gebruik maken van je tijd, zo noem ik dat. Hey. Hoi. Wie was er in laboratory voordat Lights Out ging? Nope. Nou, ik was er net. Puck? Ja, ik was in laboratory toen. Bintje kan ik foutje, want ik heb Bintje gecheckt. Zijn meter ging vooruit toen hij klaar was. Verder was ik met Rudy in medscan. Ik kan trouwens 100% toen... foutje van Joost, want zijn scan moest ik op wachten. Maar waar vond je de body nou? Ik heb de body niet gevonden, maar ik liep labs uit en ik kon reporten. Het was lights out, dus kon ik zien. Oké, want volgens mij is Ryan niet in lab geweest. Want ik weet dat ik met Erwin en Rudy en Ryan richting labs liep. Maar Ryan ging als enige niet labs in. Klopt, hij liep naar beneden. Welke mensen waren helemaal niet in labs? Ik was bij electrical. Dan ik was nou. Link deze kill niet gemaakt. Serge, waar was jij? Ik was op weg naar Lightsnet. Ik kwam Link nog tegen links ergens. Ik stond in decontamination. Nee. Die deur boven bij contamination ging nog open toen de lights out waren. Dat kon je zien in de animatie. Dat is Puck suspicious. Ja, of een pintje of even. Wat? Ik vind je allemaal een beetje sus. Ja, dag. Gaan ze mij nou sussen? Dit slaat echt helemaal nergens op. Ik weet bijna 100% zeker dat Joost is. Trouwens, nee. Want Rudy die zei dat Joost die medscan heeft gedaan. Tenzij dat Rudy en Joost allebei zijn. Oh, daar zet ik mijn pijler nu op. Oké, en ineens was Rudy dood. Erwin, met wie heb je een dubbelkill gemaakt? Ik heb geen dubbelkill gemaakt. Nee, maar een dubbelkill gemaakt. Wie? Ik zag Jer liggen en ik zag Rudy liggen. En jij kwam precies uit die specimen room en lagen twee bodies daar. Rudy heb ik achtergelaten in specimen room. Daarna ben ik naar boven gelopen. Dood achtergelaten? Ik heb voor Erwin gevoot. Want hij zei dat hij langs mij liep in specimen room en ik ben de hele game niet in specimen room geweest. Ik vind Erwin wel sus. Binte en Serge hebben deze dubbelkill niet gemaakt. Dankjewel. Oh my god. Eindelijk iemand die vertrouwen in mij heeft. Oké, nog even tussendoor. Pascal is heel stil. Pascal is heel stil. Oh, hoezo? Pascal? Hallo Link, tijgergozer. Oké, hebben we dode mensen? We hebben geen dode mensen. Nog niet. Oké, weet je wat we gaan doen? Gaan we lekker terug naar een lab. Oh, wacht, hier staat Siertz. Joost Binten, kom eens even gezellig door decontamination met mij. Oké, ik ga alleen met Joost op het decontamination date, blijkbaar. Of alleen, want zij gaan met z'n allen seismic fixen. Siertz? Ik vind Siertz eng. Ik vind Siertz eng. Oh, het is al gefixt. Alsnog vind ik Siertz heel eng. Ik vind Siertz... Heel eng. Hello. Joost. Nothing suspicious, to be honest. Ik ben klaar met mijn tasks. En ik wilde heel graag even weten hoe iedereen er voor stond. Ik was bij de vorige ronde al klaar. Ik ben bijna klaar. Maar Sier, ik vind je heel eng. Kan je alsjeblieft even 1,5 meter afstand houden? Ja, ik ben ook weer in de buurt afstand houden. Ik ben klaar. Bintje is klaar. Joost is klaar. Laten we gewoon degene naast elkaar bij elkaar gooien. Ik met Pascal, Bintje met Puck en jij met Siertz. Ik moet eerst een specimen room nog even. Ja, dat je zeg maar gewoon lekker gaat knuffelen. Want wij zijn allemaal klaar. Binte, laten we op date gaan. Ja, en dan gaan we doen. Wie is er nu zus? Pascal heel erg. En daar ga ik mee. Okay. Ik offer mezelf op. Als Link dood is, beter genoeg. Oh, wie moet ik foten? Pascal? Ja, maar hoezo moet je nou meteen op mij foten? Ja, jij foten net ook op mij zonder reden. Dus. Het is wel leuk dat Pascal zich gelijk zo aangevallen voelt. Ik voel me altijd aangevallen. Binte, kom eens even lekker mee. We gaan lekker samen op date. Welkom bij onze temptation date. Dat is heel erg naar. Weet je, ik ga gewoon naar Lights en dan kom ik Binte vanzelf alweer tegen. Wel weer naar hoor. Die gozer die loopt gewoon weg op onze eerste date. Echt, dat wordt geen tweede date. Dat weet ik ook. Maak die deur open. Maak die deur open. Doe het, jongen. Wait, waarom doet hij die knoppen uit? Oké, toch niet? Alright. Oké, het is sowieso Pascal. Het is Pascal. Oké. We waren letterlijk met z'n vieren. Oké, wacht. Wie waren er allemaal bij Lights? Ik heb Binte en Pascal daar gezien. Siri en ik waren de enige twee niet bij Lights. Oké, dan is het Pascal. Hoezo moet ik het dan meteen zijn? Hoezo ben jij het niet? Nou, wat een buddy system. Jij was het duo met Link. Hey, dames en heren, weet je wat? Als het Pascal niet is, dan is het Puck. Nee, dat is het Binte. What the fuck? Niet. Ik was samen met Binte, Puck en Link. Puck en ik waren er eerder, dus dan had Puck eventueel mij nog wel kunnen killen. Ja, maar of Puck wachtte totdat ze met meerdere man waren. Dat kan ook. Dat had gekund. Ik hoop zo dat dit geen 5-head-play is van de imposter. Als Pascal niet is, dan geeft mij meteen de schuld. Nee, dan is het King Puck. Het gelijk dat hij al naar mij wijst dat... Als niet is, dan is het Puck. What the fuck, Joost? Ja, maar ik vertrouw Bint al de hele game. Ja, daar. Wat kut dat die Link killde. Alright, next game. Let's go. Daar gaan we dan. We zijn imposters samen met Jeremiah. Maar volgens mij weet Jer niet dat een common task is die iedereen heeft. I don't know. We gaan gewoon doen alsof we de electrical fixen. Sluiten hun even lekker op. Gaan we hier een double kill maken? Nee, gaan we niet doen. Is te risky. Ik wil stiekem wel eigenlijk een double kill maken. Oké, ik weet niet of dat slim was. Volgens mij was het precies in het zicht van de camera's.
Nani? Volgens mij heeft Rudy me trouwens zien venten. Dat was heel erg naar. Ik weet het niet. Alright. Oké, ik vind dit heel eng. Mag ik even, voordat ik ga zeggen waar de body ligt. Duncan, als jij mij daar ziet staan, waarom loop je dan niet naar de andere kant? Dat ja, niet ik stond na. Zeg maar bij Rector rechts een beetje te dansen, want ik denk, nou, dan wacht ik even tot iemand komt. Ja. De body lag trouwens in South naast Admin, links van Admin, dat kamertje daar. Als je op camera zat, had je het kunnen zien, maar dat was niet het geval. Hmm. Dus een vraag aan Ryan. Yo, ik heb gekeken bij jou. Je hebt zeg maar onder O2 heb je zo'n klein kamertje. Heb je daar je tas gedaan? Nee, dat was geen tas. Ik liep fout. Ah, ik ging er eerst heen. En ik wil deze ronde graag als tas vormen. Ik zag dat dingetje mogen gaan bij O2 bij hem. Dat kan niet dood. Maar ik wil het gezegd hebben, weet je. Nou, fijn. Link, wie was er in office admin in die regio? Ik stond bij de lava, stond ik dat ding te doen. Oké, iemand anders? Ik kwam van office toen ik vlak voordat die error of de sabotage kwam. Heeft iemand Erwin nog gezien? Ik niet. Ik was bij Labs samen met Rudy. Trouwens, Rudy, je bent gemute. Oh, sorry. Hi. Oké, mijn verhaal. Sorry. Puck was opeens bij Laboratory precies in dat kamertje met de vent. Ja, omdat ik daar een wiring. Je heb kan wires? Killen. Wires? Bij... Er is een wiring desk daar op die vent. Ja, er is een wiring desk op die vent. Well, shit. Ik had niet moeten zeggen dat Rudy gemute was. Ik wil stiekem Rudy killen. Oké, wacht. We gaan Joost killen hier in het specimen. Tenzij hier mensen zijn. Oh, clean kill trouwens op Jones. Ik wou Jones sowieso killen. Link, brand los. Ik liep vanaf Laboratory naar Specimen Room. Ik heb één iemand langs zien komen. Helemaal beneden bij de andere Contamination Room. Daar lag het lichaampie van Joost. Heb je Ryan langs zien komen? Ik heb hem hier gezien. Ik ben na de spawn zat ik vast in de office. Toen ben ik, dacht ik, nou dan ga ik naar Specimen Room. Toen ben ik naar Specimen Room gegaan. Toen zag ik jou. Toen heb ik Rudy gezien. Toen ging dat ding af. Toen liep ik daarheen. En nu zeg je dat ik het gedaan heb. Wel leuk dat je van... zegt dat je vast zat bij office. Want je hebt natuurlijk een kill cooldown. En dat natuurlijk bij het begin van admin dingetje. Leuk detailje hier. Weet je wat me ook opvalt? Link vraagt niet hoeveel tests we nog moeten. Oké, wie hebben trouwens de reactors gefixt? Ik en Duncan waren linksboven. Dus ik was rechts. En jij, Puck? Ik kwam toen net aanlopen van Central. Oké, toevallig. Puck. Hè? Puck. Zullen jullie anders onterecht eruit stemmen, Puck? Hè? Rudy, dit gaan we niet weer doen. Dit gaan we oprecht niet weer doen. Nou, I mean, onterecht eruit stemmen aan de halve. Maar Link heeft nu al gevoten. Ik heb geskipt. Link, guys. Ik denk dat het Link is. Oké. Okay. Ik skip hem voor nu. Doei! Doei, Link Tiger! De ballen. It's reactor time. Time to fix some shit. Rudy, je kan zien dat ik hier sta. We gaan het even jaar wat makkelijker maken. Alright. Waar zit er iemand? Oké, er zit nergens iemand. Well, laat maar zitten. Daar ging mijn hele plan. Oké, ik zou hier Sier dus kunnen killen. Want de lichten staan uit. En ineens sta ik hier. Oh, we gaan nu in specimen. Dit is de perfecte. Let's go! Ik was het aan het fixen, joh. Lekker. Fuck. Ik wil geen crewmate zijn. Hallo, Sier. Als jij het bent, dan pak ik je bril af en ga ik erop zitten. Ik weet niet of je een bril hebt, maar bij deze ga ik erop zitten. Er is hier niemand bij mij. 100% zeker dat er nu iemand wordt gekilled. Dus we gaan naar die heartbeat monitor. Oké. Dat vind ik heel zorgwekkend. Oké, het is Rudy, want Sier is dood. Wat? Nee, ik zei het omdat ik haar beschuldigde de hele tijd, dat ze daarom mij killde. Ik wou net op de button gaan drukken, want ik zag op de heartbeat monitor dat er twee dooien waren. Ja, volgens mij bullshit, Puck, want jij liep volgens mij als een van de eerste die laboratory kant op. Toen ging de licht uit en toen lag er een lijk. Wacht, is het body in lab gevonden? De body van Siri lag bij het scanplatform in laboratorium helemaal rechts. Ik was bij die scanner zeg maar daarnaast en ik zag Puck. Maar ik weet niet of die van onder kwam, waar ik Duncan heen zag lopen. Wacht, of laat Jeremy even praten, anders. Wie zijn er richting laboratorium gegaan in het begin? Ja, ik hè. Ja, ik ben in lab geweest. Ik heb daar één task gedaan. Toen ging ik eruit richting de heartbeat monitor. Dat kan je niet zo snel gedaan hebben, man. Dat kan nooit. Jawel, het was één knopje indrukken. Dus dan heb je één task gedaan. Ben je helemaal naar de knop gelopen. Op dit moment sta ik bij de heartbeat monitor. En ik wou net naar die knop toe gaan. En Ryan? Stond... Ik was naar laboratory en daar heb ik die task gedaan met dat in de min. En toen die... Ja, dat... Ja, same. Daarna... Duncan praat wel weinig. Het is een lijk, Ryan. Okay, waarom foto's zo weinig, buddy? What the fuck, hier? Oké, loop maar met mee, dan zie je dat ik het niet ben. Word ik ineens weer gesust voor niks. Ik ben onschuldig, ik zeg het je. We moeten de licht gaan fixen. Ondanks dat ik alleen maar een specimen nog moet zijn. Oh, ik ga hier zo hard genaaid worden, hè. Ik weet nu al dat ik zo hard genaaid ga worden. Niemand die gaat mij geloven. Oké, ik heb de lights gefixt. Dat kan ik in ieder geval wel zeggen.
Ja, wat is dit nou voor onzin? Oké, ik wil eerst even al jullie locaties weten. Weapons. Ik ben nu tussen communication office. Bij die heartbeat monitor. Kan iemand dat confirmen? Ja, ik kan vouchen voor Ryan, die wil staan. Oké, self-report. Erwin, waar zit jij? Auto. En Pascal? Ja, precies Pascal, ik ga me ook niks vertellen. Oké, dan niet. Lights gingen uit, ik loop electrical in, ik fix lights en ik kom buiten en in die deuropening ligt Jeremy. Ik denk echt dat Erwin, in want hij is bij O2. Van electrical. Als ik bij O2 ben, dan kan ik niet in die tijd iemand killen en dan sprinten naar O2. Wie heb je allemaal gezien in electrical? Ik heb letterlijk niemand gezien, dus daarom. Dus jij was de enige in electrical? Ja, en daarom vind ik het ook zo raar. Iemand die heeft dit opgezet om mij verdachter te maken. Ryan. Yo. Hoe snel werd er gereport op het moment dat hij doodging? Echt letterlijk een seconde of zo. Ja. Oh, iemand die heeft echt zo opgezet. Ja, nee, dan... Ja, ik denk niet dat Ryan je dat zo snel doet. Anders had je op het moment nog informatie gegeven dat hij nog rechtop stond of zo, weet je. Ja, maar dat zeg je ook niet. Dus. Nee, dat hij dat niet... Even snel echt één ding. Oh my fucking god. Ik ga straks al jullie streams terugkijken om te zien wie het heeft gedaan. What the fuck? Ik wist ook iemand die gaat me verdacht maken. Ik ben zo confused op het moment. Ik denk zo hard dat het Erwin is. Want Erwin is wel five-head genoeg om mij zo verdacht te maken. Ik ben gewoon wederom weer genaaid. En over Erwin had ik gelijk. Want inderdaad, zoals je hier ziet, Erwin die wacht tot ik naar binnen loop. En dan komt Jeremy en hij killt hem. Hoppa. Dit noemt ze nou een nice streak. Oké, nu wil ik zien waar de volgende gaat gekillt worden. Oh, Jones. Oh, en zijn robotje. Jones. Oh, Pascal. Pascal, report hem. Erwin, jij motherfucker. GG, jij moord lustig. Oh, damn. Ik vond dit zo naar. Hey, GG's. Ik had Erwin en Rudy allebei niet door. Nice. Goed gespeeld.